Daar is hij dan, het laatste nummer van 2021. Een reis door het hoofd van Picasso. Twee experts over het stoere werk van Paula Rego. De indrukwekkende straatkunst van GR, het winternummer van Museumtijdschrift, is gearriveerd. Ze is maar liefst 86, heeft een indrukwekkend krachtig oeuvre bij elkaar geschilderd en krijgt vanaf volgend weekend een groot overzicht in Kunstmuseum Den Haag. De Portugees-Britse kunstenaar Paula Rego. In Museumtijdschrift kiezen samenstellers Laura Stamps en Jasmijn Jaram hun zes favoriete werken. Het Noord-Brabants Museum toont een serie van 100 etsen die Picasso maakte in de jaren 30. In een intrigerende weerwar van thema's en technieken duikt één gezicht telkens op. De gebeeldhouwde verschijning van muze en geliefde Marie-Thérèse Walter. Ook liefhebbers van oude kunst komen in dit nummer aan hun trekken. Met boeiende verhalen over de 17e eeuwse meester Matthias Withoos, in zijn geboortestad Amersfoort geëerd, met nota bene zijn eerste overzichtstentoonstelling. En over de 18e eeuwse schilder William Hogarth. Die blijkt minder typisch Brits dan gedacht en keek de kunst af bij onder andere Cornelis Troost. Verder onder veel meer. De wereldberoemde, bij ons nog onbekende straatkunstenaar en wereldverbeteraar GR, de vervloekte keizer Domitianus en zijn rijk, de nalatenschap van Alexander Kolder en een ontroerende column van Pauline Broekema over een naïef schilderijtje van Johanna van de Wind. Museumtijdschrift 8 is vanaf vandaag verkrijgbaar via onze webwinkel, vanaf dinsdag 30 november in de winkel. Lees hem maar!